In de straat van de neven Mykyta en Hlib is geen gebouw te vinden dat niet kapot is. Душа за рапін дуже болить. Ми тут все життя прожили, да, Hlib? Ми це дуже страшне. Всю свою життя прожили, а ці орки прийшли, тут все розбомбило, тож голова боліла. De jongens konden na een paar dagen wegkomen uit de stad, die ondertussen door de Russische militairen werd verwoest. Honderden mensen leven niet meer. Вверху посередині школи попав снаряд. Розбомбили комп'ютерні класи, і наш клас. Deze stad is een van de zwaarst getroffen plekken in heel Oekraïne. Toen de Russen onderweg waren naar de hoofdstad Kiev, moesten ze eerst hier doorheen. En daar hebben ze ontzettend veel geweld bij gebruikt. Ze hebben bommen gegooid, ze hebben geschoten. En je ruikt nog steeds dat alles hier in brand heeft gestaan. Mensen zijn nu al wel weer bezig met het herstellen van hun huis, daar bijvoorbeeld. Maar het zal echt nog heel erg lang duren voordat alles hier weer normaal is. Mykyta neemt ons mee naar het huis waar hij samen met zijn ouders woont. Ми тут три дні ховались. Це я був в сараї, а в сараї погріб. Там банки бідні розбиті повністю все. Все погоріло, побилося тут. Все побили, погоріло, поламалось. А хто ще? Орки. Що? Кожу і свою кімнату, там де була твоя кімната. Тут нічого не залишилось, все повиносили. По хаті пропала одна ракета. De jongens zijn anderhalve maand geleden weer teruggekomen, maar bijna alle andere kinderen uit de klas zijn nog weg, op eentje na. En ook buitenspelen is nog steeds gevaarlijk. Мені мама каже, що недалеко йти, не ходить під ногами і не підбирати предмети, тому що там може під нею лежати, що хочеш. Voor de jongens is de zomervakantie nu begonnen, maar ze hebben er niet veel aan. Er is niets te doen in hun wijk.